Ik ben Giacchini, ik ben 18 jaar en ik ben jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Deze plek heeft hele mooie herinneringen voor mij. Ik heb hier ten eerste heel veel vrienden gemaakt. Ik heb er heel veel geleerd. Ik ben echt heel erg blij met de docenten die ik had. Ik heb echt oprecht heel erg genoten van mijn middelbare schooltijd. Ja, je kan natuurlijk kiezen voor je pakket. En ik had cultuur en maatschappij gekozen met muziek. En dan krijg je ook automatisch kunst algemeen bijvoorbeeld. Ik vond het ook wel heel vaak een verademing. Omdat je toch heel vaak in formules en theorieën zit te werken. En dat je dan gewoon soms even lekker muziek kon maken of... kunstwerken kon bekijken en analyseren. Dat was voor mij toch weer net iets anders waar ik me heel erg in kon vinden. Ik speel nu ook nog steeds gitaar bijvoorbeeld. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we in een hele vredige samenleving kunnen wonen met verschillende culturen en verschillende achtergronden. En daar draagt cultuuronderwijs heel erg aan bij. Het is echt leren voor morgen met andere culturen omgaan, leren over hun geschiedenis van een ander perspectief. Dus ik denk echt dat het ook nodig is. Ik heb persoonlijk in mijn middelbare schooltijd cultuuronderwijs, vind ik, best wel meegekregen. Alleen ik zie wel dat het heel erg per docent per jaar kan veranderen. Dat het heel erg eigen invulling is van de docenten zelf. Dus ik denk dat er nog wel meer gewoon vast cultuuronderwijs in het curriculum zou kunnen komen te staan, naar mijn mening.